zo'n hele hun droom van elke ultraloper is dat de match, de wedstrijd, zou ik maar zeggen. Ja, de Spartathon halen, dat medaille, dat kroontje, die legende die achter die wedstrijd steekt. Luc de Jager uit Watervliet heeft voor de vierde keer deelgenomen aan de Spartathon. En al evenveel keer liep hij deze ultraloopwedstrijd uit. Een Spartathon is een ultra hardloopwedstrijd, waarbij dat je start en aankomst hebt in één etappe, als het ware. Met een start in Athene, aan de Acropolis, dus een heel historisch kader, als het ware. En dan over een afstand van 246 kilometer is de finish in Sparta. En de aankomstlijn is dan in dit geval een standbeeld van koning Leonidas, van het Spartaanse leger van vroeger. Als je dat beeld aanraakt, dan zijn ze aangekomen. Het is een evolutie, denk ik, binnen iemand. Je begint met korte afstanden te trainen, dat is klassiek, denk ik. En dan gaat het over naar de marathon. Op een gegeven moment had ik het aan 100. En dan, ja, dan dacht ik van, ja, wat is er nog voor het loopwereldje te doen? En ik wist van vroeger, van de eerste uitgave van de Spartathon, dat is van 1983, dat had Noël Rogiers eraan meegedaan. En dat was voor de regio wel een heel fenomeen. En ook nationaal was dat toen toch wel heel sterk bekeken. Omdat de eerste uitvoering van de Spartathon was dat toch van, is dat mogelijk, zo'n omstandigheden en zo. Dus daar was toen heel veel media-aandacht voor geweest. Dus Noël Rogiers, een streekgenoot hier uit Sint-Lorijns, is eigenlijk de eerste inspiratiebron geweest. De wedstrijd is moordend. Niet alleen is het daar zoveel warmer, er is bovendien ook geen enkele vlakke meter. Dat is al een moeilijke factor. Nog een keer in de nacht lopen. En dan midden in de nacht is er nog een keer de Sanghaspas oversteken. Dus dat is daar een bergketen waar je over moet. En die Sanghaspas is daar de doorgang toe. Dat is dan nog een weg waar dat totaal geen wegen zijn. Ze hangen daar van die lichtstaafjes hangen ze op aan de kant. En moet je langs daar, moet je tussen de rotsen en tussen wat dat er daar is, moet je trachten naar boven te geraken. En van het jaar was het dan ook nog een keer heel donker, omdat het een heel klein maandje was. En dat zijn allemaal omstandigheden die dan juist per jaar kunnen verschillen. En dan de tweede dag is het nog een keer de zon die op u komt. En dat zit al met een beperkt lichaam, denk ik, met de meeste toch wel. Dus dat maakt toch wel in totaal dat het voor de meeste wel heel zwaar wordt. Luc liep deze Spartathlon uit in 30 uur en 36 minuten. Dat is zijn beste prestatie ooit. En het leverde hem de 18e plek op. En zo werd hij meteen ook de beste Belg in 2011. Het is wel elke keer zo dat ik zeg dat het mijn laatste is. Maar als ik dan 2 weken thuis ben, dan zeg ik, ik ga volgend jaar weer meedoen. Dus in principe is het afzien en het toch wel diep zitten met je lichaam. In eerste instantie het idee van, oké, ik heb het hier gezien. Ik heb het nu 4 keer zeer goed gedaan. En uiteindelijk wel, en van het jaar zeker. Kun je eigenlijk beter stoppen en op je hoogtepunt kunnen dan denken. Maar als ik dan, ik zeg het nu al veel vlugger. Als je dan thuis zit, dan zeg je, oké, het was toch wel weer plezant. Het was toch weer wel hut van hut. En het blijft nog altijd een succesverhaal. Zonder blessures, dat is ook wel belangrijk. En daarom blijft het mij trekken, ja.